MyTalk is. MyTalk is een cursus bestaande uit 10 outdoor trainingen waarin we onszelf naar balans lopen. En de trainingen zijn opgebouwd met ieder een eigen thema. En iedere week gaan we dus ook echt iets anders doen. In de cursus zitten ook verschillende aspecten verwerkt. Er zitten cadeautjes in die mensen dus meekrijgen. Er zitten oefeningen in meditaties, stukjes uit de Tai Chi, uit de mindfulness en verschillende wandeltechnieken. Wat is het effect door MindTalk? Het effect door MindTalk kan zijn dat je meer balans krijgt, dat je meer rust in je hoofd krijgt, meer ontspanning ervaart. Voor iedereen is dat verschillend. Hè? Iedereen heeft een andere insteek om deel te nemen aan de cursus. Maar door de thema's toe te passen van les 1 tot en met 10, ga je ook echt aan de slag met verschillende aspecten om aan jezelf te werken. Een van de eerste trainingen die we gedaan hebben is een stukje bewustwording naar voren gekomen. We zijn altijd in het hedendaagse heel snel, alles moet vlug. Mm-hmm. Een van die voorbeelden is bijvoorbeeld eten. En in de training gaan we ook bewust om met eten. Dus hoe kun je nou heel bewust omgaan met voeding? Wat zijn de ervaringen van de medewerkers die meedoen bij deze trainingen? Nou, aan het einde van de les doen we altijd een evaluatie om even te bekijken hoe dat ze de training hebben ervaren. We krijgen altijd hele positieve reacties op de oefeningen die we doen. Ze geven ook heel vaak aan dat de oefeningen die we gedaan hebben, dat ze die ook buiten de trainingen om proberen toe te passen. Het kan zijn als ze gewoon buiten zijn, maar bijvoorbeeld ook op de werkvloer. En het is natuurlijk ook hartstikke leuk om terug te horen als ze een keer een training moeten missen, dat ze dat echt heel erg vinden. Dus dat vind ik al een heel mooi compliment om te krijgen. Wat is het effect op de werkvloer? Nou, het effect op de werkvloer is denk ik heel lastig nu al meten. Maar ik denk wel dat cursisten handvaten hebben om, als ze ergens tegenaan lopen op de werkvloer, om dan even een momentje voor zichzelf te pakken en met de technieken die ze aanleren te zorgen dat er meer rust komt. Vind je het goed dat de Zorgborg investeert in trainingen zoals deze? Ik vind het heel goed dat de Zorgborg aandacht geeft aan vitaliteit van medewerkers. En ik denk ook wel dat de MindTalk echt een goede aansluiting daarop is. En dat medewerkers hierdoor echt een stuk vitaler zijn. Dus het echt een positieve bijdrage heeft op de gezondheid.